Thomas van der Mars. Ja. Voor een boel mensen ben jij een grote onbekende. Je speelde laatstelijk in Estland. Je bent nu de hele voorbereiding bij het Nederlands team. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik heb naar mijn zin. Het is erg leuk geweest op de club. Ja, nu staan we aan de vooravond van de EK-kwalificatie. Ja. Hoe staat Oranje ervoor? Nou ja, we hebben er veel zin in. Ik denk dat alle jongens wel tijd vinden dat we uiteindelijk het echte werk gaan beginnen. Dat we ergens om gaan spelen echt. En goede generalen gehad in Groot-Brittannië. Dus we hebben er zin in. Nu volg ik het basketbal redelijk. Maar voor jou ken ik je alleen van statistieken en beelden op YouTube. Rebounden. Heb ik het dan goed? Het is wel een manier waarop ik het spel probeer te beïnvloeden. Je bent niet altijd afhankelijk van scoren en daar ben je ook niet altijd verantwoordelijk voor. Dus rebound is een van de dingen die waar ik graag aan bijdraag. En wat is nog verder jouw rol bij Oranje? Ik denk dat veel energie brengen vanaf welke positie ik moet spelen, de 4, de 5. En gewoon doen wat ze van me vragen, de coaches. Hoe zie jij de wedstrijden tegen Oostenrijk, Denemarken en Duitsland tegemoet? Ik denk dat het goede tegenstanders zijn. Ik weet er niet al te veel van, maar heel veel plezier hebben en gaan presteren. Is dat een beetje ook het gevoel dat je overhoudt aan de voorbereiding? Veel plezier met deze groep Nederlanders? Ja, onder andere. Ik denk dat we een goede groep jongens. We hebben het gezellig met elkaar en het is ook gewoon leuk om te doen. Ja. Oranje is klaar? Oranje is klaar. Dankjewel. Ja, geen probleem.